Ze gaan naast elkaar wonen. Opa Michael en oma Winnie. En daarnaast hun twee dochters met aanhang. Barbara met haar kind. En Nicky met haar partner en zoontje. Het idee kwam van Nicky, die nu nog met man en kleinkind in een appartementje in Almere woont. Appartementje vonden we toch voor een jongetje leuker voor hem als hij later een tuin zou hebben. En zus Barbara vond het een prachtig idee en schreef zich in bij het nieuwbouwproject De Kreekvelden in Almere. Ik was eigenlijk wel enthousiast gelijk. Ik dacht, dit heeft alleen maar voordelen. De ouders van de twee dames vonden het wel een goed idee om naast elkaar te wonen. En ze schreven zich ook in. Het betekent wel dat jullie je eigen privacy niet meer hebben. Nou, dat valt wel mee, want nu komen ze bijna dagelijks gewoon bij ons over de vloer. Het is nu anders. Ja, daarom. Dus het wordt er eigenlijk alleen maar makkelijker op natuurlijk. Want als zij bejaard worden, is het natuurlijk handig als er kinderen in de buurt wonen om voor je te zorgen. De twee zestigers denken nu vooral plezier te beleven aan de kleinkinderen. Hoewel oma Winnie eigenlijk nooit oppasoma wilde worden. Ik wilde dat toen niet, maar... Nu, ik kan geen dag zonder. Ik vraag zelfs, dames, wanneer gaan jullie wat afspreken? Dan brengen jullie de kinderen maar. Met je schoonfamilie in drie huizen naast elkaar gaan wonen. Je moet er misschien niet aan denken. Schoonzoon Juri had er eerst best wel moeite mee. Nou ja, ik ben opgegroeid in Muziekwijk. En mijn doel was om in een mooie poort te wonen, omdat ik een mooie omgeving vond, dicht bij mijn werk. Maar ja, ik vind het ook een mooie omgeving en een nieuwe uitdaging. Voor mij is het helemaal niet wennen, want ik ken dat niet anders dan hoe het in Suriname is. Je gaat en komt wanneer je wil bij je moeder of bij je zus. Juri, die Indische roots heeft, herkent dat stukje Surinaams-Javaanse cultuur wel. Ik merk wel dat de cultuur natuurlijk hetzelfde is en het familiegevoel, wat vooral erbij komt kijken. En dat is een erg warm gevoel. Ja. En ook de andere schoonzoon, Marpel, voelt zich opgenomen en senang in de familie. Ik ben zelf Molukse, dus ik ben gewend van de Molukse gemeenschap. Dus ik weet niet anders, dus het voelt al warm. We zijn elke dag al samen, dus ik zie alleen maar voordelen hier uiteindelijk. Aan negatieve dingen, daar denken de drie gezinnen nu even niet aan. En als er gedoe, een scheiding of een ruzie is, dan heeft Nicky wel een oplossing. Goed, als ik nu ruzie met mijn zusje heb, dan doe ik gewoon de deur dicht. En dan zie ik je morgen wel weer. En anders zijn opa en oma er wel om rust in de tent te brengen. Over wie er kookt, hoeven ze zich geen zorgen te maken. We gaan straks één grote tuin maken met een mooie barbecue erin. Dus, het is altijd spontaan, hè? Het is altijd zo van, mam, heb je dat in huis? Oh, nou, weet je wat, dan komen we bij jou eten en dan gaan we dat doen. Ik wou net zeggen, eten is bij ons geen probleem, hè? Er is altijd genoeg. Als het even meezet, hopen de drie gezinnetjes volgend jaar zomer de huizen te betrekken. Barbara ziet de toekomst zonnig tegemoet. Ik kijk er zeker naar uit, vooral nu ik hier ook ben, dat ik gewoon kan voelen hoe het hier is, met een mooi zonnetje erbij. Ja, ik heb er gewoon heel veel zin in.